Ik zit op een scooter die je kent van deze video. Wat doe je? Wat gebeurde er? Nou, ik zat gewoon een beetje aan het zoemelen aan de scooter. Ik kwam weer een beetje testen in de tuin. En toen gas bleef hangen. Toen gelijk automatische wielen en toen vloog ik de huis in. Dus het was geen opzet? Het gas bleef hangen? Ja, het gas bleef hangen. En de remmen had ik nog niet, want moest ik nog afstellen. En toen ging je zo recht door het raam heen? Ja, niet door het raam, meer door het huis, want de deur stond open. En ja, de zus vloog een beetje 5 meter verder ongeveer. Ben je er al achter waarom het gas nou bleef hangen? Ja, het gas is heel lang niet gebruikt. Misschien daarom, ik weet niet precies. Maar hij is weer gefixt. Ik had het pas nog getest en toen werkte hij weer. Maar niet in de tuin. Nee, precies. Nee. Ja, zijn je ouders nog boos op je geworden? Is te veel schade of valt het mee? Mijn moeder werd wel boos. Mijn vader durfde ik niet laten zien. Maar 1 dag later dacht ik, ja, why not? Het staat al op dumpers. Dus hij komt er ooit wel achter. Beter dat ik het zelf dan vertel. Ja, mijn vader moest er ook wel om lachen. Hey, wie maakte dat geluid wat ik op het laatst hoorde? Dat was mijn zus, die helde. Want de scooter kwam tegen de knie aan. En had van de schrik meer dat ze helde dan van de pijn. Wat doe je? Heeft ze het jou wel weer vergeven? Ja. Daarna zei ze gewoon, stuurt wel op naar Dumpert. Maakt niet meer, uit. We gaan testen of die niet nu weer door het huis heen knalt. Dus nou, succes. Succes! Helemaal goed. Damien, bedankt. Zwaai even naar de camera. Doei! Hoi.